Nou, we moeten elke 8 tot 10 jaar een nieuw contract sluiten met die vervoerders. Dus je moet opnieuw de vraag formuleren van ja, wat vragen we nou in dat contract aan die nieuwe busvervoerders in Brabant? En daar hebben we rekening mee gehouden dat we, als we kijken naar wat we vandaag allemaal inkopen, we proberen natuurlijk voor hetzelfde geld hetzelfde hoeveelheid bussen in te kopen. Maar dat gaat niet lukken. We moeten reëel zijn, alles is duurder geworden, de lonen, de diesel, de bussen. Dus we hopen dat het kan, maar als het niet zou kunnen, dan moeten we misschien iets minder en een iets kleiner pakket aan busvervoer gaan organiseren. En wat betekent dat concreet? Nou, als we keuzes moeten maken, dan hebben we er nu voor gekozen om te zorgen dat zoveel mogelijk buslijnen in stand blijven. Maar misschien dat er een aantal lijnen straks 's avonds of in het weekend minder vaak of niet meer gaan rijden. Maar van de andere kant hebben we ook gezien, er zijn ook hele drukke buslijnen. We maken ook ruimte wel om in die hele drukke buslijnen misschien juist een extra half uur dienst of een extra kwartier dienst te kunnen inzetten. Stel dat er lijnen verdwijnen, wat vindt u daar dan van? Dat zouden we op zich jammer vinden, maar we hebben er best begrip voor, gezien ook de financiële ruimte die er is. En het is heel jammer voor de mensen die het betreft, maar wij willen als reisoverleg toch ook kijken of we daar in de toekomst andere oplossingen voor zouden kunnen vinden. Misschien kan dat soms een buurtbus zijn, die is wat kleiner dan de grote bus en ook wat goedkoper, wordt met vrijwilligers gereden. Het kan ook zijn dat we misschien de regiotaxi moeten gebruiken als achtervang of nog andere dingen kunnen bedenken. Maar misschien zijn alternatieven ook wel de fiets of de buurman die iemand weg moet brengen. Hoe nu verder tot eind 2014? Nou, zoals gezegd, vandaag gaat de offerteaanvraag de markt op. Vervoerders hebben natuurlijk tijd nodig om te rekenen. Eind van dit jaar hopen we dat we de besluiten kunnen nemen welke vervoerder of vervoerders een nieuwe contract krijgen. Dan moeten ze zich nog een jaar kunnen voorbereiden met materieel, met overname van personeel. En pas 1 januari 2015, eigenlijk december 2014, dan gaan de nieuwe vervoerders rijden en dan gaat onze nieuwe plan en nieuwe dienstregeling in. En even voor de duidelijkheid, dat kunnen zomaar totaal andere bedrijven zijn, inclusief bedrijven uit Luxemburg of Frankrijk. Dat kan. Wat je wel, voor de reizigers proberen we wel dezelfde bussen met dezelfde uitstraling te hanteren. Dus het bekende rood-witte zal blijven. Alleen dan zal op de achterkant van de bus in plaats van de huidige vervoerdersnaam misschien een andere vervoerdersnaam komen. Dus welk bedrijf er komt maakt ons niet uit als de klant maar van A naar B wordt vervoerd. Als de chauffeurs maar Nederlands praten en als ze maar hier de weg kennen.